Dag allemaal en welkom bij deze nieuwe video van Juf Aminozuur. In deze video ga ik het hebben over de 8 afdelingen van het dierenrijk. Dus, heb je biologie en is dit iets wat je graag wilt begrijpen? Kijk dan met me mee. Allereerst, wat gaan we leren in deze video? Eerst ga ik het hebben over de kenmerken die we gebruiken bij de indeling van het dierenrijk. Dan ga ik het hebben over de 8 afdelingen en de verschillende kenmerken daarvan. Dan vertel ik wat over geleedpotige, gewervelde, en tot slot vertel ik iets over warmbloedige en koudbloedige dieren. Eerst de indeling van het dierenrijk. Welke kenmerken gebruiken we nou bij de indeling? We gebruiken kenmerken zoals het aantal cellen, symmetrie en het skelet. Als we kijken naar het aantal cellen, dan kijken we dus of een dier één cel heeft of meercellig is. We kijken ook naar symmetrie. Iets is symmetrisch als het in twee of meer gelijke helften te verdelen is. Zoals deze vlinder, die is in twee gelijke helften te verdelen en is dus symmetrisch. Dan hebben we iets wat we tweezijdig symmetrisch noemen, dat is wat deze vlinder ook is. We hebben ook iets wat veelzijdig symmetrisch is en dan kun je het dus op veel manieren in twee gelijke helften verdelen. En een mooi voorbeeld daarvan is straalsgewijs of radiaalsymmetrisch, zoals deze zeester heeft. Die is straalsgewijs symmetrisch. Je kunt vanaf elke van de 5 punten van de zeester, kun je de zeester in twee gelijke helften verdelen. Dan zijn er natuurlijk ook dieren die niet symmetrisch zijn. Dat noemen we ook wel asymmetrisch. Tot slot kijken we naar het skelet. En daarbij hebben we 3 categorieën. Geen skelet, nou dat is simpel. Een uitwendig skelet, zoals een schelp of een huisje of een pantser. Hier zie je een slak met een huisje. En een inwendig skelet, bijvoorbeeld een wervelkolom of een inwendige schelp. Nou, als we dan deze kenmerken gebruiken, dan komen we uit op de 8 afdelingen van het dierenrijk. Dit zijn de eerste 4. Omdat eigenlijk alleen eencellige maar 1 cel hebben, heb ik die niet in de tabel opgenomen. Dus de eencellige hebben 1 cel. En alle andere afdelingen hebben meer cellen. Nou, dan beginnen we met de eencellige. Die zijn asymmetrisch, dus je kunt ze niet in twee gelijke helften verdelen. Die hebben geen skelet. Het bijzondere aan ze is dat ze in water leven. En een aantal voorbeelden van eencellige zijn de amoebes en de pantoffeldiertjes, die je hier ziet. Dan hebben we de afdeling van de sponsen. De sponsen zijn ook asymmetrisch. Sponsen hebben een inwendig skelet. Dat bestaat uit naalden tussen de cellen in. Het bijzondere aan sponsen is dat ze leven op de bodem van de zee. En een voorbeeld van een spons is de badspons. En hier zie je ook een voorbeeld van een spons. Dan hebben we de afdeling van de holtedieren. Holtedieren zijn veelzijdig symmetrisch, dus die kun je op heel veel verschillende manieren in twee gelijke helften delen. Holtedieren hebben geen skelet. Het bijzondere aan holtedieren is dat ze tentakels hebben met netelcellen. En voorbeelden van holtedieren zijn de kwal, die je hier ziet, en de zeeanemoon. Dan hebben we de afdeling van de wormen. Wormen zijn tweezijdig symmetrisch. Wormen hebben geen skelet, dat had je waarschijnlijk wel kunnen raden. En wormen hebben een lang en dun lichaam. De voorbeelden van de wormen zijn de lintworm en de regenworm, die je hier ziet. Dan de volgende 4 afdelingen van het dierenrijk. Dan hebben we de weekdieren. Weekdieren zijn tweezijdig symmetrisch. En ze hebben een uitwendig skelet in de vorm van een schelp of een huisje. En voorbeelden van weekdieren zijn de slak, maar ook de inktvis die je hier ziet. En het skelet zit hier bij zijn hoofd. Dan hebben we de afdeling van de geleedpotigen. Geleedpotigen zijn tweezijdig symmetrisch en ze hebben een uitwendig skelet in de vorm van een pantser. Het bijzondere aan geleedpotigen is dat hun lichaam in segmenten is verdeeld. Daar ga ik zo meer over vertellen. En voorbeelden van de geleedpotigen zijn de kreeften en de pissebedden. Hier zie je de kreeft. Dan hebben we de afdeling van de stekelhuidigen. Deze zijn veelzijdig symmetrisch. Ze hebben een inwendig skelet gemaakt van kalk. Stekelhuidigen leven ook op de bodem van de zee. En het bijzondere is dat hun huid bedekt is met stekels of knobbels. Bekende stekelhuidigen zijn de zeeegel en de zeester. En dan hebben we de groep van de gewervelden. Gewervelden zijn tweezijdig symmetrisch, ze hebben een inwendig skelet. Gewervelden kun je verder onderverdelen in 5 klassen, daar ga ik het zo over hebben. En voorbeelden van de gewervelden zijn de hagedis en de walvis. Dan eerst over de geleedpotigen. Deze groep moet je ook kennen. Geleedpotigen heten zo omdat hun poten zijn opgebouwd uit leden.
En leden zijn kleine stukjes. Oftewel, hun poten zijn geleed. Hun lichaam is opgebouwd uit segmenten, ook weer stukjes. Oftewel, hun lichaam is gesegmenteerd, zeggen we. Geleedpotigen bestaan uit 4 groepen die je kunt onthouden met KIST, K-I-S-D. De K staat voor de kreeftachtige en die hebben 10 of meer poten. Daarbij kun je denken aan de kreeft, de krab, maar ook garnalen. Dan heb je de insecten. Insecten hebben 6 poten. Dan heb je de spinachtigen. Spinachtigen hebben 8 poten. En tot slot heb je 1000 poten. En daarbij heeft elk segment poten, maar ze hebben niet per se allemaal 1000 poten. Let daarop. Een insectenlichaam bestaat uit 3 segmenten, namelijk een kop, een borststuk en een achterlijf. Aan de kop zitten de ogen en de voelsprieten. Aan het borststuk zitten poten en eventueel vleugels. En het achterlijf heeft, zoals je hier kan zien, ook poten. Dan de gewervelden. Zoals ik net al zei, die kun je in 5 klassen onderverdelen. Nou, hoe doen we dat dan? We kijken bij de onderverdeling van de gewervelden naar waarmee hun huid bedekt is. We kijken naar hun temperatuur, dus of ze koudbloedig of warmbloedig zijn. We kijken naar de manier van ademhalen. En we kijken naar de manier van voortplanten. Eerst de klasse van de amfibieën. Deze hebben een huid die bedekt is met slijm, dus ze hebben een slijmachtige huid. Ze zijn koudbloedig en amfibieën halen adem met hun kieuwen en hun huid wanneer ze jong zijn. En ze halen adem met hun longen en hun huid wanneer ze volwassen zijn. Dus dat verandert. Ze planten zich voort met behulp van slijmachtige eieren. En een voorbeeld van een amfibie is een kikker. Dan hebben we de vissen. De huid van vissen is bedekt met schubben. Vissen zijn koudbloedig. Vissen halen adem met behulp van kieuwen. En ze planten zich voort met behulp van eieren zonder schaal. En een voorbeeld van een vis is een goudvis. Dan hebben we de reptielen. Reptielen, hun huid is bedekt met droge schubben. Reptielen zijn ook koudbloedig en ze halen adem met hun longen. Reptielen leggen eieren met een leerachtige schaal. En een voorbeeld van een reptiel is een kraaghagedis. Dan hebben we de vogels. Vogels, hun huid is bedekt met veren. Vogels zijn warmbloedig. En ze halen adem met behulp van longen. Vogels leggen eieren met de harde schaal, maar dat wist je waarschijnlijk al, van kippeneieren. En een voorbeeld van een vogel is deze, en die heet de Cock of the Rock. Dan hebben we de zoogdieren. Zoogdieren, hun huid is bedekt met haar. Zoogdieren zijn ook warmbloedig. Zoogdieren halen adem met behulp van longen. En ze planten zich voort met levendbarende jongen. Dus de jongen leven al zelfstandig wanneer ze uit de baarmoeder komen. Een voorbeeld van een zoogdier is een wolf. Tot slot ben je misschien benieuwd wat dan warmbloedig en koudbloedig betekent. Nou, warmbloedig houdt in dat dieren een constante lichaamstemperatuur hebben. En deze lichaamswarmte die produceren de warmbloedige dieren zelf. Ze verbranden dus ook meer om die energie te produceren. Hier is een vruchtdier. Koudbloedig houdt in dat dieren een wisselende lichaamstemperatuur hebben en dat die afhankelijk is van de omgeving. Koudbloedige dieren kunnen dus zelf geen lichaamswarmte produceren en ze zoeken warme plekken op, bijvoorbeeld een warme steen of juist koude plekken als ze moeten afkoelen. Let op, dit zijn een beetje ouderwetse termen, maar dit is wel wat je moet kennen voor je biologie. Dit is een voorbeeld van een koudbloedig dier. Dat was de video over het dierenrijk. Mocht je nog een vraag hebben, laat het even weten in de reacties en ik beantwoord je vraag zo snel mogelijk. Heb je hier wat aan gehad? Laat dan even een like of een leuke reactie achter. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn YouTube kanaal Juf Aminozuur. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.